dat liegen ging me... Nou, het ging me in eerste instantie redelijk makkelijk af. Maar op een gegeven moment had ik allemaal verschillende leugens. En toen was ik een beetje de weg kwijt. Want toen dacht ik, tegen wie heb ik nou precies wat gezegd? Ik ben wel klaar mee. Ik ben wel klaar mee. Nee, ik ben... Ja, nee, het is wel... Het is goed dat het straks eindigt. Dan hoef ik, weet je wel, niet meer op mijn woorden te letten. Ik kan gewoon vrij uitspreken. Ik kan gewoon vertellen wat ik heb meegemaakt. In het begin vond ik het lastig dat ik niet mocht zeggen dat ik had meegedaan. Omdat ik had op werk verteld dat mijn keelamandelen geknipt waren. En ik hou best wel van lachen. Dus ik was best wel bang dat iemand zou zien dat ik wel mijn amandelen nog zou hebben. En ik moest gewoon liegen. Ik moest gewoon zeggen, nee, hoe moet ik dan mijn mond open doen? Wil je mijn amandelen zien? Wat is dit voor keer? Ja, je bent de hele tijd aan het nadenken. En je bent ook de hele tijd toch strategisch aan het spelen. Dus je vertelt niet altijd de waarheid. Of je vertelt een beetje een halve waarheid. Natuurlijk heb ik lopen. Wat heb je gedaan? Wat ik heb gedaan? Ik mag niet zeggen wat ik heb gedaan. Mm-hmm. Dan loop ik mee. Ik had Jamie absoluut een plek in de finale gegund. Omdat hij en heel slim was, heel intelligent. En hij dook echt vol altijd in alle opdrachten. Super fanatiek. Toen Jamie naar huis ging, vond ik het heel erg. Ik heb gehuild als een kind. Ik heb het teruggezien. Het was echt vreselijk. Aan de andere kant dacht ik ook... Nee, liever hij dan ik. Ik denk dat het de mol dit jaar goed gelukt is om lang onopgemerkt te blijven. Ik heb mezelf natuurlijk al vaker teruggezien op televisie, maar dan is het altijd met een pak aan, een jurk aan. Mijn haren netjes en veel make-up op om het licht in de studio een beetje aan te kunnen. En nu, de eerste aflevering keek ik terug. Toen zat ik daar met een soort ontploft haar van de luchtvochtigheid. Helemaal bezweet. Nou, ja, ik loop erbij als een soort halve zwerver af en toe. Nu is het gewoon de finale. En nu is het enige vraag is, ja, ben ik de winnaar? Ben ik de verliezend finalist of ben ik de mol?